Mohammed, jij mag met Cedra daar samen. Ja. Oké. Oké, ja. Jij daar. Boek. Boek is klaar. Computer. Oké. Mohammed. Computer. Computer? Ja. Welke? 26. Ja. Nee, eerst een toets. Wat doet? Toets. Ja. Jij gaat een toets doen vandaag. Wauw, voilà. Waarom? Je hebt de toets nog niet klaar. Even kijken. 21 aan de klaar aan de toets. 21, ja. Ja, toets 22 vandaag. Ja. Oh my god. Is je boek klaar, 22? Nee. Dan ga je nu boek 22 maken. Ja, oké. Okay. Eerst 22 en dan pas. Ah, dat is 23. 23, ja. Is 23 klaar? Ja, nee, een beetje. Een beetje klaar, laat maar zien. Ik ben in Syrië en ik heb de rest gekomen. Maar het was een beetje 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 een وأصير دكتور يعني أنا حلمي إني أصير دكتور. المدرسة السورية يعني الآن ساعتين معصبين يعني ما كتبت الوظيفة بتاكل قتلة بتاكل يعني علاماتك تنقص أما ما كتبت وظيفة عادي يعني الآن يعني تقولي أنا عندي كان عندي وضع هيك يعني أو ظرف يعني ظرف ما عادي يعني الآن ما يعني ما تعصب ولا شياطين بكل عادي يعني بكل رايح تقول لك عادي يعني. تتعفين لي؟ يا الله شو تعفو. Deze, klaar. Ja, klaar. En goed in jouw hoofd. Ja. En dan de toets. Nee, toets today. Nee, niet vandaag. Vandaag, ja. Eerst boek klaar, dan moet het in jouw hoofd goed zijn. En dan de toets. Ja, okay. Ja, misschien morgen, misschien maandag. Ja, maar wij doen morgen. Nee, rustig. Morgen. Rustig. Ja. Boek klaar, goed in je hoofd, dan de toets. Oké. Okay. Ja? Is de toets klaar, dan boek 23. Ja, je moet rustig aan, Mohammed. Oké. Okay. Ja? Hallo. Goedemorgen. Mevrouw. Hallo. Ben je mama weer? Ja, ik ben Mohammed Al-Khalifa. Ah, dan heb ik de goede voor me. Mijn naam is Cindy Dessler en ik bel voor de intake voor de opleiding verzorgende IG waar jij je hebt voor aangemeld. Oh ja, klopt. Ja, kun je wat vertellen over jezelf? Ik ben 17 jaar oud. Ik kom uit Syrië. Ik woon in Nederland sinds 2 jaar en 3 maanden. En ik woon, ja? ik woon met mijn broer, grote broer. Maar eerste jaar was in Nederland is heel niet leuk. Want alleen maar procedure en naar andere kamp, een andere plek. Om verblijfsvergunning te krijgen. En de rest van mijn familie is nog niet in Syrië. Mijn moeder en ja, zussen. Die zijn nog in Syrië? Ja. En zijn ze daar veilig? Ja, in Damascus, maar ja, soms niet altijd veilig. Want, niet altijd, ja, want daar is alleen maar vechten en ruzie. Ja, het ja, is moeilijk daar, echt. Zo, dat denk ik ook. Ja, ja, in Nederland is het ook niet makkelijk, maar ja. Hè, als je dan zo gevlucht bent en er moet van allerlei dingen gebeuren. Ja. Maar nou, wel fijn dat je doorzet. Hé, hey, en waarom wil jij in de zorg werken dan? Want ik vind het heel goed om mensen te helpen en ik wil dokter worden. Toen ik 4 jaar wilde ik dokter. Ja. Want ja, ik hou van helpen mensen, ja, van in ziekenhuis werken. Ja, echt. Ja? Ja, wat vind je ervan dat je dadelijk oude mensen moet wassen in hun blote billen? Sorry? Dan moet je straks oude mensen hun blote billen wassen ook, hè? Ja, ja. Wat vind je daarvan? Ja, het is geen probleem. Het is werk. Het is mijn dromen en het is ja, gewoon zorg van oude mensen. Smaakt nou. Ja. 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 Oké, dus dat weet je wel. Ja.